BISA en DC's overleggen over colportagewerkzaamheden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de 8e plenaire vergadering gehouden met de districtscommissarissen en hun staf. Dit gebeurde op maandag 9 maart 2020. Het doel was om te komen tot eenduidige afspraken over het aanwerven en trainen van colporteurs. Directeur Putri Devi Amatsumarto van Binnenlandse Zaken zegt dat de aanwerving van de colporteurs middels een sollicitatieprocedure zal geschieden. De sollicitatieformulieren voor geïnteresseerden zullen beschikbaar zijn op alle districtscommissariaten. De colporteurs zijn belast met de distributie van de oproepingskaarten. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.